ontzettend veel instrumentale stukjes waar afwisselend de instrumenten in de bluegrass muziek stukjes spelen met begeleiding van de rest. En dat is misschien meteen een goede gelegenheid om de mensen even voor te stellen die hier spelen. Op de banjo, en dat is een hele speciale banjo, alleen in bluegrass muziek gebruikt. Die heeft geen 4 snaren, geen 6, maar 5 snaren. Er zit op de hals nog een knopje en daar krijg je een heel apart effect mee met die 5e snaren die dan steeds mee trilt in de muziek. 5 snaren banjo en de man die het speelt, hij zingt ook, hij speelt ook gitaar. Oorspronkelijk afkomstig uit Leiden, nog steeds een echte Leienaar, ook al woont hij in Zoeterwoude. Geert Schoondewoert den Bezemer. Hij speelt al heel erg lang mee met de band, een periode van iets van 8 of 9 jaar. En toen weer af en toe wel, af en toe niet. En het is heel leuk als hij steeds weer meedoet. Dat bestaat zo ongeveer 25 jaar nu. We zijn nog steeds bezig en nog steeds lol erin. Op de mandoline, ze doet ook al een hele lange tijd mee. Ze speelt ook gitaar en ze zingt Ingeborg Schultze uit Voorschoten. En misschien kent u wel de mandolines uit de klassieke muziek en uit de Italiaanse muziek. Dat zijn wat ovale dingetjes met een buik erachter. Dit lijkt meer op een soort jazzgitaar. Dat is een heel plat dingetje met een handige krul eraan waar je de riem aan vast kunt maken. Leuk model. Op de bas, en eigenlijk hoort een grote akoestische bas ook bij de bluegrass muziek. Hij speelt ook drums en vooral ook elektrische gitaar in een rockbandje. Maar hij vindt het ook heel erg leuk om bas en gitaar te doen in de bluegrass band van zijn vader. Het is mijn tweede middelste zoon, Christopher Schut uit Hazelswoude. En ik ben zijn vader. Ik moet oppassen dat hij geen gekke dingen doet. Mijn naam is Dennis Schut. Hier is het, dankjewel, hier is het instrumentale nummertje waar we het over hadden. Het is geschreven door een mandolinspeler uit Nashville. Het is een vrij nieuw nummer en het heet Stalling, geschreven door Boots Baltazari.